Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft vandaag officieel 5 praktijklokalen op het praktijkcentrum Lelydorp in gebruik genomen. De opening is gedaan door president Chandrika Prasad Santokhi en minister Marie Levens. De 2 nieuwe praktijklokalen zijn bestemd voor de richtingen bouwkunde en werktuigbouwkunde en de 3 gerenoveerde lokalen voor de praktijkvakken elektrische montage, elektrische meting en lassen. De lokalen zijn voorzien van nieuwe geavanceerde machines en handgereedschappen. President Santokhi benadrukte dat er niet moet worden neergekeken op technische richtingen. En vooral die ouders, stimuleer je kinderen ook om te gaan naar die technische richting. Ja, alle ouders willen hun kinderen als een professor, een dokter, een meester, een doctorandus zien. Maar in die technische richting word je ook professor, word je ook ingenieur, word je ook dokter, word je ook doctorandus. Maar daar ligt die toekomst. En ik ben gegaan naar het boorschip van Apache, waar ze olie boren. En op het schip werken ongeveer 300 mensen. Maar ik heb geen enkel meester in de rechten daar gezien. En geen enkel econoom daar gezien. Allemaal technocraten. En dat is wat deze school betekent. Als wij zeggen we worden een van de rijkste landen in de wereld, samen met Guyana, in die oil en gas, dan moeten we nu, we zijn in feite al een beetje laat, we moeten nu gaan investeren in die technische richting. Binnen dit project zijn er 39 praktijklokalen op 12 scholen bijgebouwd of gerenoveerd en voorzien van machines en gereedschappen. Deze praktijklokalen zijn verspreid over 6 districten, met name Wanica, Paramaribo, Marowijne, Kommewijne, Saramaka en Nikeri. Het staatshoofd gaf aan dat deze school gezien moet worden als toegang tot de moderne technologische ontwikkeling die hard nodig is in Suriname. Maar ik heb wel 1 vraag aan de jongeren gisteren gesteld. Wat is jullie grootste uitdaging? We hebben allemaal nieuwe bedrijven. En wat denk je dat de grootste uitdaging is? President, we kunnen geen werknemers vinden. We kunnen geen arbeiders vinden. Dat is Suriname nu. Werkloosheid, zo lang. Maar zoveel heeft men aan werk nodig. En toch lukt het niet. En dit is niet alleen Suriname. Dit is heel Caribisch gebied. Dat is een probleem. Als je het land wil ontwikkelen. Maar soms heeft men werknemers nodig met technische skills. Ik ben eergisteren gaan naar die mall daar zo. Dat was een Brazilian Day. Er gaat een grote mall daar komen. En die eigenaar, klaute president, heeft miauw, rokomang. Ik heb koks nodig. Ik heb mensen nodig in de bar. Ik heb security mensen nodig. Ik heb verkopers nodig. De totale kosten voor de bouw en inrichting van de 39 praktijklokalen landelijk zijn $8,7 miljoen. Voor de bouwwerkzaamheden en de aanschaf van de machines ten behoeve van praktijkcentrum Lelydorp is er ruim $1,7 miljoen betaald. De bouw is gestart in december 2020 en heeft 16 maanden geduurd.